Dit is de teamfoto van de wielerclub De Adelaar uit Apeldoorn, gemaakt in 1998. Peter hier komt uit een echte wielerfamilie en runt inmiddels het garagebedrijf. Dit is Teun Mulder, won bij de afgelopen Olympische Spelen in Londen een bronzen plak bij baanwielrennen. Martijn heeft van zijn hobby inmiddels een beroep gemaakt. Hij is grafisch vormgever. En dit is Marco. Hij studeert binnenkort af als ruimtevaarttechnicus. Maar om hem gaat het vandaag. Hij is al jaren groot wielrenner. En vandaag herenig ik hem met zijn oude team. In Clubgenoten herenig ik elke week een topsporter met zijn of haar oude team. En vandaag is dat wielrenner Kenny van Hummel. Ik ga met hem fietsen en straks natuurlijk de reunie. Wat ik nog heel goed van Kenny kan herinneren was altijd dat hij een van de kleinste was van allemaal. Maar wel altijd een hele grote mond en altijd vooraan fietste. Ik weet nog wel dat ik met hem aan het trainen was en dat hij zei, mijn benen zijn mijn gereedschap. En dat, daar gaat het mee gebeuren. En als je ziet wat hij met een fiets kan, toen al kon, vergeleken met andere jongens en meisjes, ja, daar was hij gewoon veruit de beste in. Het hart op de goede plaats om wielrenner te worden, denk ik. Ja. En kon het verschil maken en altijd door willen gaan. Ja. Nou, ik denk dat het een bijtetje is. Dat, hij geeft niet op en hij laat zich niet in, dat zie je in de sprints ook wel, hij laat zich niet aan de kant zetten. Hij mag dan wel de naam hebben van de slechtste klimmer in de Tour, maar hij geeft dus niet op. Hè. Hij komt wel boven, dus dat typeert hem denk ik wel en dat is misschien datgene wat hem zover heeft gebracht. Kenny van Hummel wordt in 1982 in Arnhem geboren en begint op zijn zesde met wielrennen. 2 jaar later gaat hij bij de Adelaar in Apeldoorn rijden, met onder meer Teun Mulder in dezelfde groep nieuwelingen. Op zijn 11e wordt hij Nederlands kampioen, maar een profcontract verdient hij pas 13 jaar en 2 ploegen later. Inmiddels heeft hij diverse overwinningen op zijn naam staan. Met zegens in de Dutch Food Valley Classic en een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke maakt hij zijn naam als sprinter waar. In 2009 start hij voor het eerst in de Tour de France en wordt in de eerste korte tijdrit meteen voorlaatste. Je zit op 36, hè? Je zit op 36. 36 minuten, je gaat rennen. Kom op. Door zijn dagelijkse strijd om op tijd binnen te zijn, wordt hij al snel populair bij het grote publiek. Zijn Tour eindigt na een zware val in het ziekenhuis. Dit jaar reed Van Hummel weer mee in de Tour en viel hij tijdens de 15e etappe uit. Dit is nu het moment, hè? Ja, we kwamen met z'n tweeën, zaten we achter een peloton en we kwamen dus hand in hand over de finish. Ja, dat was... Kijk dan toch, wat een jong broekie. Ja, 20 jaar. Hè? Ja. 20? Met het blonde lokje. En het blonde lokje, inderdaad. Waar de hele familie meeliep daarna, denk ik wel maandenlang. Echt, ja? Goed, ja. Daarna heeft uit. Iedereen het blonde lokje overgenomen. Ja. Dat was het handelsmerk van de familie. Ja. Het is nu grijs geworden, maar... De silver medalist, Leo Palin of the Netherlands. Hoe oud was je toen? 88, ik was toen 6, hè? Ja. Ja. Ik kan nog goed herinneren, wij zaten 's morgens... was ik met mijn moeder naar de televisie aan het kijken. We hadden toen een klein televisietje in de kamer staan. En Leo die werd tweede. En de tranen bij mijn moeder in de ogen. En gelijk naar mijn vader op het werk bellen. Dat heeft mij toen wel... heeft heel veel indruk op mij gemaakt toen, ja. Ja? Ja. En toen dacht je ook van, dat wil ik ook. Ja, eigenlijk,
je wordt ermee besmet, hè. Dus de familie gaat er zo in op in de sport. En opa en oma die kochten van mij toen een racefietsje. En ik moest het eigenlijk wel gaan doen. Ik had geen andere keus. Nee, maar ik vond het wel superleuk, hoor. Ja. En zag jij, Leo, direct talent bij hem? Nou, wel heel snel. Ik denk dat... ik ben bij de jeugd wel eens mee geweest met mijn oom naar een wedstrijd toe. En reed hij altijd gelijk van voren. En volgens mij werd hij bij de jeugd al een keer Nederlands kampioen. Ja. Me nog even herinneren. Dus ja, dat was voor mij ook wel zoiets van... ik weet zelf nog hoe het was om Nederlands kampioen die eerste keer te worden. Dat is al heel bijzonder. Ja. De meeste sporters sporten en zullen dat niveau al nooit bereiken. Dus ik had dat wel heel snel door. En jullie vaders hadden bijnamen, toch, voor jullie? Ja. Het is bij mij... Mijn Leopold is eigenlijk doopnaam. Mijn vader zei in de wedstrijd, riep hij altijd wel Polleke. Dus dan wist niemand in het peloton dat het mijn vader was die het tegen mij had. En dat heeft Jos wel overgenomen. Exact hetzelfde, zoals het bij Leo is gegaan, zo is het bij mij ook gegaan. Ja, Kenny, we zitten in de kleedkamer van de Adelaar. En je ziet een tv hier staan. Ja, inderdaad. Ben je een beetje nieuwsgierig aan het worden? Ja, enorm. En jij houdt niet van verrassing, hè? Nee, ik wil nog gelijk weten wat er gaat gebeuren. Ja, ja. Inderdaad. Want straks natuurlijk de reunie met je oude team. Maar met drie van jouw oude ploeggenoten zijn wij al op pad geweest. Ja, leuk. En nu wil ik even naar kijken met jou. Oké, cool. Klaar voor de eerste? Yes. Ja? Komt-ie. Mijn droom. En mijn droom is dat ik het goed heb met mijn kinderen. Met mijn vrouw en met mijn kinderen. Ik heb twee kinderen. Ik heb er één van twee. En die wordt in 16 september 2. En ik heb er eentje, die is nu 4 maanden. En als die het goed hebben, dan heb ik het ook goed. Bevlogen is hij, Peter Mulman. Dat was hij al met fietsen. En dat is hij nu met het runnen van zijn vaders autoschadeherstelbedrijf in Apeldoorn. Dat je dat toch wel een beetje meekrijgt van de fietsen, dat bevlogen. Je moet ook bevlogen zijn, denk ik, als je een eigen zaak zou willen runnen. Dan moet je wel een gevoel hebben. Dan moet je wel een gevoel hebben van, goh, ik ga ervoor. En je moet niet zoiets hebben van, ja, we kunnen wel kijken, misschien. Zodra je misschien, of we gaan wel kijken, of het komt wel. Zodat je dat hebt, niet aan een eigen zaak beginnen, wordt niks. Mijn vader is natuurlijk al vanaf zijn 14e doet hij al in de autoschade en in de autobranche. En ik als klein mannetje liep eigenlijk altijd al mee. Dus ik ben eigenlijk ook helemaal niks anders gewend. En ik heb ook wel verder gekeken dan mijn neus lang is natuurlijk. En nou, die is vrij lang, want ik heb echt een Mulman neus. Dus ik heb ook echt zoiets van, ik heb echt wel verder gekeken. En ik heb wel gekeken van, ja, wat kan me nog meer lijken? Maar toch kwam ik elke keer terug bij die auto's. Het is ook een soort passie. Ik hou van mooie auto's. Ik hou van een mooie auto afleveren. Als hier een klant komt en die komt hier met schade. En die staat bijna te huilen omdat ze een kras op zit. En ik zeg dan bij die man, meneer, geen probleem, ik krijg een uitleenauto mee. Over 3 dagen staat die auto klaar, gewassen, uitgezogen. Staat hij gewoon weer voor uw neus en dan praat hij helemaal nergens meer over. En als die man dan komt en die ziet zijn auto en die zegt tegen mij, Peter, dat heb je mooi gemaakt. Ik ben er heel erg trots op je. En dan denk ik bij mezelf van, ja, daar doe je het voor. Daarom gaat het ook over mensen, want het gaat over gevoel. Die auto hebben mensen toch een gevoel mee. Die oranje fiets is van mijn moeder. Daar heeft mijn moeder al jaren op gefietst. En deze fiets is van mijn vader. En deze fiets is dan eigenlijk symbool voor het bedrijf. Omdat zonder startingskapitaal kun je geen bedrijf beginnen. Dus met deze twee fietsen hebben ze eigenlijk startingskapitaal bij elkaar gefietst. En dat is eigenlijk wat dit allemaal geworden is, komt door deze twee fietsen. En daarom heb ik ze ook opgehangen hier op de wasplaats, want dan blijven ze ook mooi schoon. En daarom staan ze echt, dit staat eigenlijk echt symbool voor, ja, voor dit bedrijf. En die zullen ook altijd blijven hangen, die hou ik altijd in ere. Mijn vader en moeder zijn natuurlijk, ja, die hebben de Olympische Spelen meegedaan. Dat is hoogst haalbaar in hun wielercarrière, denk ik. Kijk, dat is allemaal voor weinig weggelegd. En nou, dan kun je ook wel zien dat we echt uit een wielerfamilie komen. En dat is ook wel heel mooi om mee te maken. Is dat? Ja, mooi. Ja, mooi. Ja? Ja, Peter, die had ook profielrenner kunnen worden. Ja. Peter had echt heel veel talent.
misschien net een beetje de verkeerde keuzes gemaakt en daardoor niet beroepsrenner kunnen worden eigenlijk. En ja, bij de jeugd, die jeugdcategorie was hij altijd veel beter als mij eigenlijk. Echt waar, hè? Ja, ik heel af en toe kon ik hem hebben, maar hij was altijd, fysiek was hij echt heel sterk. En mentaal was hij af en toe ook wel echt, hij kon zijn eigen echt opvreten. Ja, dus dat was wel echt mooi. Kijk, zijn vader had altijd die zaak, dus als manneke dan reed hij al, ja dan... We hadden al lang niet ons rijbewijs, maar hij reed daar op dat terrein al in de autootjes rond. Dus wij zaten altijd zo van, nou weet je al, mooi. Heeft hij goed voor elkaar? Ja. Dus, is hij veranderd? Nee, Peter blijft Peter. Jij bent je wielercarrière begonnen, Kenny, toen je 6 jaar was bij de Adelaar in Apeldoorn. Ja. En dat was hier. Hier. Het ziet er nou wel iets anders uit. Heel veel huizen hier. Iets? Maar, ik heb het nooit gezien. Kan je ons vertellen hoe het er destijds uitzag? Ja, er lag hier een wielerbaan. Een oval als het ware. En die huizen die staan ook eigenlijk nu in een soort wielerbaanachtige en een ronde. Dus eigenlijk wel symbolisch. Maar apart om dat zo te zien. Ik vind het wel grappig dat hier nu huizen staan en een fietspad in de vorm van een wielerbaan. Het is wel, voor mij is het wel speciaal om dat weer terug te zien. Ja? Hier. Ja, ik was hier nog niet geweest. Roept het herinneringen op? Zeker. Ja, het kleine manneke wat vroeger hier rondreed. Nu sta ik hier een paar jaar later. Het is wel heel speciaal. Ja. Want je bent opgegroeid in... Ik ben opgegroeid in Elden. En waarom koos je dan voor de Adelaar in Apeldoorn? Omdat ze hier een wielerbaan hadden. Dat was het? Dat was het. Ik wilde graag gaan fietsen, maar ik wilde heel graag op de baan wielrenner worden. Ja. Wat je net al zag bij Leo Pelen, die behaalde toen op de baan Olympisch zilver. Ja. En daar krijg je toch een voorliefde ook voor de baan. En toen kwamen we bij Apeldoorn hier. Hier stond het clubgebouw van de Adelaar en ze hadden hier een wielerbaan liggen. Ja. Maar dat is best een gesjouw geweest dan, want hoe vaak ging je daar naartoe naar Apeldoorn? Ja, toch wel 3-4 keer in de week reden mijn ouders met mij hier naartoe, ja. Ja. Het hielp me van de straat, hè. En je ouders ook. Ja, ook inderdaad. Ja, nee, maar daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor dat ze dat toen gedaan hebben. Nou ja, goed, je leert hier veel, ja. Mijn vriendjes waren eigenlijk toen ook wielrennetjes. Ja. Dus dat is wel, dus hier heb ik wel hele leuke dingen beleefd. Ja, hoe belangrijk is het geweest voor jouw carrière, die periode? Dat is heel belangrijk geweest. Dat heeft mij alleen maar gesterkt om ook de hobby, zeg maar, te blijven. Ja, ik vond het gewoon super leuk. Dus het is iets blijvends geworden, hè, nu. Dus ik heb er mijn beroep van kunnen maken. Niet onverdienstelijk, denk ik nu. 21 zegens als beroepswielrenner. En het fundament ligt hier eigenlijk. Ja. Ja. Wij gaan samen een stukje fietsen. Ja. Hoe leuk is het om hier te beginnen? Ja, we gaan eerst hier een rondje rijden. Ja, is goed. Gewoon is goed. Hier eventjes weer op de ouderwetse plek van vroeger beginnen. En dan... Ben ik benieuwd of ik in je wiel kan blijven. Ja, nou, zal wel lukken toch? Ik hoop het. Ik heb gehoord dat jij goed getraind hebt. Als we dan gaan fietsen, dan is stijl, hè? Het oude shirt van de Adelaar. Ja, speciaal voor jou meegenomen. Ja. Dus ik vind dat je die dan wel eventjes moet aantrekken. Super, gaan we gelijk doen. Toch? Ja, gaan we doen. Ik denk dat het wel een redelijk grote maat is van mij, maar dat maakt niet uit, hè. Ja, dit is hem. Kijk dan, hoe lang heb je die al niet meer aangehaald, deze kleuren? Ja, dat is heel lang geleden, ja. Met de Adelaar hier. Prachtig, hè? Oh, ik heb het al lang niet meer gedaan, ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we over die banen heen rijden hier. Wat grappig, hè? Ja. Ja, dit is superleuk. Ja. Rechtsaf? Ja.
We gaan zo naar het tweede filmpje kijken. Maar wat voor een team was het destijds? Wel heel getalenteerd, of niet? In de kranten werd er ook echt gesuggereerd dat de Adelaar goud in handen had. Dus we waren eigenlijk een hechte ploeg. Ja, natuurlijk word je ouder en ouder en dan wordt dat wat minder natuurlijk. Maar in het begin was dat wel echt het geval, dat het echt een familie was. Ja. Wat je vader ooit al zei, er is er maar één, en in jullie geval twee, die dan echt daar professioneel iets mee kunnen doen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dus eens kijken wat er van de tweede is geworden. Ja, ik ben benieuwd. Het leven van oud-ploeggenoot Martijn Eilander is voor het gemak samen te vatten in twee dingen. Fietsen en vormgeven. In 1999 stopte hij bij de Adelaar omdat hij zich wilde concentreren op zijn studie. En die heeft hem inmiddels gebracht tot grafisch ontwerper en studiomanager van een reclamebureau. Eigenlijk ben ik eerder begonnen met tekenen dan met fietsen. Vooral tekenen is eigenlijk altijd al een hobby geweest. En heb ik altijd ook gedaan naast het fietsen, altijd wel even een krabbeltje of een schetsje maken. Dus eigenlijk was het vrij logisch toen ik besloten heb om niet verder te gaan met wielrennen. Was dat eigenlijk wel een heel voor de hand liggende keuze. Ja. Er was een feest bij ons thuis. Mijn broertje was Nederlands kampioen geworden, veldrijden. We hadden eigenlijk alle clubgenoten en alle ouders van de renners, zeg maar, hadden we bij ons om het te vieren. Waaronder ook de sponsor. Die liet eigenlijk ontvallen van, eigenlijk moeten we nog nieuwe kleding hebben. Het ontwerpen ben ik nog niet naartoe gekomen. Dus ik heb meteen mijn potloden gepakt en een A4 papiertje en ik ben gaan schetsen. Na twee uur ben ik naar hem toe gelopen en zei van, nou, is dit misschien wat? Nou, en het was eigenlijk meteen hartstikke leuk, een goed idee. Dat is vervolgens is dat uitgewerkt in dit shirt. Ja. Dus ik heb toch een aantal jaren rond mogen rijden in mijn eigen ontwerp. Ja. Het is een schets van een figuurtje wat ik heb bedacht. Hij heeft Funny Bunny. Op dit moment doe ik er eigenlijk nog niet zo heel veel mee. Het is echt hobby, meer leuk om te doen. Ik zet het op internet, dus op een creatieve website, zeg maar. Dus de ideeën op zich zijn er wel, alleen het blijft nu tot nu toe eigenlijk nog een beetje beperkt tot de hobby en het maken. En verder eigenlijk gebeurt er nog niet zo heel veel. Hetzelfde als met fietsen. Dat is eigenlijk iets wat je gewoon constant eigenlijk wil en moet doen. Het is gewoon iets, vanaf jongs af aan ben je er al mee bezig. Op het moment dat ik een potlood vast kon houden, was ik al aan het tekenen. Als ik inspiratie heb, dan ga ik hier zitten en dan krabbel ik even wat. Ja. Ja, zo kom je nog eens wat te horen, want het shirt wat je vandaag aan hebt gehad, het oude shirt, heeft hij dus ontworpen. Ja, inderdaad. Ja, ik heb daar ook met Freddy en Martijn ook al heel veel meegemaakt en verschillende keren eigenlijk gelogeerd daar en waren wel leuke tijden, ja. Ja. Heb jij wel eens tijdens die tijd bij de Adelaar nagedacht over iets anders, zoals hij dan nu van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt? Of was het voor jou alleen maar wielrennen? Ik ben altijd voor het wielrennen gegaan. Dat is mijn droom geweest. En voor mij was er geen andere optie als alleen maar fietsen.
Hey Kenny, we hebben lekker gefietst in de omgeving van je oude club De Adelaar. En straks ga je dus je oude teamgenootjes weer ontmoeten. Ja. Is er iets, kijk je daarnaar uit? Ja, enorm. Ja, ik zat eigenlijk nog zo voor een paar weken terug, zat ik er nog zo aan te denken. Van, het zou eigenlijk wel weer leuk om al die jongens weer eens een keer zo in levende lijven te zien. En toen belden wij. Ja. Alsof het zo moest zijn. Alsof het moest, ja. Zo moest zijn, ja, inderdaad. Dus super. Want waarom ben je op een gegeven moment overgestapt naar de weg? Ik fietste enorm graag op de baan. En ik reed ook voor de baanselectie, de Nederlandse selectie, ook wedstrijden in het buitenland. Maar er zat eigenlijk een beetje weinig geld, zeg maar. Dus er kon weinig eigenlijk qua budget. En toen kwam Rabobank en ja, toen dacht ik van, dat is wel echt een droom. Ik wilde graag beroepswielrenner worden. En nou ja, ik kon tekenen bij de grootste ploeg van Nederland. En daarom heb ik toen de keuze gemaakt om voor de weg te gaan eigenlijk. Ik weet nog goed dat ik tegen mijn vader zei van, pap, hè, dan stond ik in de fuik voor een wedstrijd. Zei ik heel stoer, ik wil later beroepsrenner worden. Dus mijn vader die schoot in de lach en die werd even zo rustig. En dan zei hij zo een paar seconden niks. Dus ik stond, waarom begint hij zo te lachen? Dus toen zei hij, besef goed, van al die jeugdrennetjes die hier staan, wordt er misschien maar 1% beroepsrenner in zijn leven. En dat heb ik altijd onthouden. Dus hij zei van, nou, als je echt beroepsrenner wil worden, dan moet je er alles voor doen. Ik was na 15 kilometer al gelost, of ja, nog niet eens, denk ik, na 10 kilometer al gelost of zo. En, karakter. Vandaag puur op karakter weer gereden. Een lichaam die wilde niet, maar ja, die kop die zei, godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ik heb er in het begin had ik echt de koppakking eronderuit liggen. Nou, toen die er weer ondergeschroefd was, toen ben ik weer gaan rijden. En verdomme, we halen het. Waar heb je het vandaan gehaald, joh? Ik weet het niet. Echt. Ik wist dat ik morgen weer kon gaan rusten, dus nou ja, goed. Ik bedank iedereen die langs de kant stond te schreeuwen van, kom op, hummeltje. En ja, ik zit helemaal in de kloten. Je bent er, op tijd. Je kan morgen rusten en dinsdag ga je gewoon weer van start. Ja, zeker. Sorry voor de taal die ik af en toe uitgooi, maar ik zit echt helemaal kapot. 2009 wist ik absoluut niet waar ik... Ja, Tour de France, ja, ik had het een paar keer op televisie gezien, maar ik wist absoluut niet wat me te wachten stond. Het was echt een mediacircus en de Tour kun je gewoon met geen andere wedstrijd vergelijken. Maar toch hield Nederland zo van jou. Ja, omdat je echt hebt laten zien van waar een wil is, is een weg. Ja, volgens mij is dat echt jouw... Ja, dat is ook mijn, jouw ding, mijn slogan. Toch? Ja, ja, dat is waar ook... een wil is, is een weg. En als Kenny het wil, dan doet hij er alles aan. En dan gaat hij desnoods strijdend ten onder. Ja, inderdaad. Kijk, ik wilde gewoon... Ja, dat was ook een van de dingen waar ik als manneke als ware eigenlijk naar keek. Met mijn vader. Ik keek naar de televisie en dan zag ik aan de lichaamstaal van mijn vader zag ik wel... Hè, dat het wel iets belangrijks was, die Tour de France. En dat het wel iets moois was. Ik zag dat hij daar tegenop keek. En, ja, ik had het wel super zwaar, maar ik wist heel ver te komen. Totdat ik eigenlijk een paar dagen voor Parijs viel. Ja, kon ik niet meer verder. Nee. Dus, ga je hem nog een keer uitrijden? Ja, ik ga ervoor. Het hangt wel van het parcours af en of dat er massasprints zijn. Ja, dit jaar was eigenlijk een ideale Tour en ik was goed bezig. Maar ja, de rug die stribbelde op een gegeven moment tegen. Dus, En daar ben je van afhankelijk van je lijf. Ja. Maar wat zijn verder nog jouw dromen op wielergebied? Wat is nou echt een wedstrijd die je echt nog een keer zou willen winnen of waar je echt zou willen laten zien? Ja... Het zijn zoveel. Ik zou heel graag een etappe in een grote ronde een keer willen winnen. Ja, gewoon een massasprint in het grote geweld, zeg maar. Een keer winnen, ja. Straks gaan we door die deur en dan zie jij je oud ploegmaatjes weer. Ja. Zin in? Ja, ik ben eigenlijk nog best wel nerveus ook. Echt? Ja. Ik ben nerveuzer om nou door die deur zo te gaan en naar die jongens zo. Als dat ik een massasprint moet gaan. Nee joh, ja, echt. Wat dan? Ja, gewoon leuk. Ik kijk er echt naar uit. Laat ik komen. Ja,
Nou ja, fietsen, dat vond ik gewoon leuk. Dat had ik natuurlijk op tv gezien, in Tour de France en zo. En op een gegeven moment zat ik als jongetje voor de radio te luisteren. En omdat ik waarschijnlijk nog geen tv mocht kijken overdag en dat soort dingen. En nou ja, dan ga je maar fietsen. En op een gegeven moment merk je dan dat je met bepaalde jongens wel meekomt of niet meekomt. En ja, je wil niet een training en dan moeten afhaken natuurlijk. En ik gaf wel aan, ik ging vaak met wat zwaar oudere jongens mee. Dus dan wordt er ook gewoon hard gereden en ik kon daar redelijk met mee altijd wel. En ik had het natuurlijk wel zwaar. Marco Jansen sport nog steeds veel en gevarieerd, maar hij fietst niet meer bij de Adelaar. Voor zijn studie verhuisde hij naar Delft en zocht zijn heil letterlijk hogerop. Ja, we zijn hier bij de vliegtuighal. Dat is de hal met vliegtuigen en onderdelen van de Universiteit Delft, waar ik studeer. En nou ja, daar hebben we dit soort dingetjes staan. Het zijn vliegtuigonderdelen voor onderwijsdoeleinden is dat natuurlijk. Ik heb uiteindelijk voor dit gekozen, omdat het is wat meer natuurkunde, wat meer wiskunde. En je moet per se wat meer beter weten van onderdelen, welke belasting er nou precies op komt te staan. Je kan je wel voorstellen dat onderdelen voor de luchtvaart, voor vliegtuigen en voor de ruimtevaart helemaal, die mogen gewoon niet te zwaar zijn, want dat kost gewoon te veel. En op een gegeven moment komt het vliegtuig gewoon helemaal niet meer de lucht in. Hier hebben we een Eaglet staan. Dat is een vrij klein vliegtuigje. 2 persoons. En composiet. Ja, ze hebben vleugels hem even afgehaald, want anders paste het niet. Toen ik hier net kwam, zeg maar, en toen zat ik ook in de collegezaal. En toen werd ook al een plaatje van vliegtuigen laten zien. En het viel me op dat iedereen naast mij en in die zaal kon precies zeggen: oh, dat is dat vliegtuig, oh, dat is dat vliegtuig. En ik had echt geen idee. Dus ik vind het allemaal interessant hoe het werkt. En ik vind het allemaal, maar het is niet zo dat ik bij Schiphol ga zitten en een boekje ga schrijven of iets dergelijks. Het is ook wel leuk. Hier staat een turbinemotor. Wat ik al zei, het is leuk om, je krijgt natuurlijk veel theorie hierover en het is leuk om dan ook echt te zien hoe dit soort dingen nou echt van binnen eruit zien. Het ziet er toch heel anders uit dan de tekeningen op het presentatiescherm. Ja, met ontwerpen heb je natuurlijk vaak heel tegenstrijdige eisen, wensen. Iets moet goedkoop zijn en toch eigenlijk dus licht en complex. En duurzaam tegenwoordig. En vaak sterk en duurzaam inderdaad. En dat zijn natuurlijk altijd dingen die niet altijd even goed samengaan. En het is toch leuk om daar een soort acceptabele middenweg in te vinden. Dat is eigenlijk wat ontwerp is eigenlijk. En dat lijkt me leuk. Ander leven, hè? Ja, zeker. Maar ze komen allemaal goed terecht. Ja. Dus dat is wel mooi om te zien. En Marco was echt een slimmerik, ja. Ja. Dat was echt een super gast. En ook vorig jaar kwam ik hem tegen in de afdaling van de Alpe d'Huez. Dus ik zeg tegen hem heel snel: zoek me even op Facebook of zo, contact. En volgens mij verstond hij me niet goed of zo, maar ik vind het wel leuk. En dat is dus niet gebeurd? Nee. Dus dat was wel jammer. En maar toen dacht jij dus van een reunie zou best wel leuk zijn. Inderdaad. En die reunie, die gaan we nu houden. Gaaf. Ja, leuk. Klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Gaan we naar de jongens toe. Alright. Geniet ervan. Hey, vrienden. Marco. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Hey. Was het goed? Jazeker. Hey. Ja. Hi. Kijk, oud trainer. Ja. Hey, Kenny. Was het goed? Hey. Ja, prima, joh. Hey. Kenny. Hey. Jongens. Hey. Kenny. Was het goed? Jazeker, Mel. Kenny. Goed, jongen. Ja. Ja. Goed. Oh, sorry. Rob. Dat kan niet. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Ja? Voor jou? Met mij wel. Ja. Maar hoe lang heb je de meester niet gezien? Ja, de ene zie ik nog wel eens een keer op de baan, een Omnisport. En ja, er zijn er ook bij Milan, denk ik al. Ja, echt al lang niet meer gezien. Nee, dat is echt al een hele tijd terug, ja. Ja. Ik zie jou vaker dan jij mij, denk ik. Ja. Ik begreep dat als er een overwinning was in jullie team, dat gevierd werd bij de familie Mulder vroeger. Of niet? Er was altijd een barbecue op het eind van het jaar.
En daar, ja, daar werd eigenlijk het succesvolle seizoen afgesloten met een barbecue. Ja. In het blauwe plek. Ja. Want? Ja, dat was al het rapotten en ja. Ja, dat was, gingen we allemaal los, of niet? Ja? Ja, hè? Ja. Er waren goede feestjes. Ja, maar hoe ervaren jullie het als jullie nu voor de televisie zitten en dan zie je Teun Brons winnen en Kenny bijvoorbeeld een sprint winnen? Hoe... Trots. Ja? Gewoon trots. Ja. Ja, daar ga je nog wel voor zitten. Je hebt er zo'n dingetje voor gedaan en toch ben je trots. Het is gewoon zo. Dat, Ik heb meer spanning als ik Kenny zie sprint of Teun dan de Cavendish naar de streep zie rijden. Daar heb ik eigenlijk niks mee. Maar Kenny, heb je wat mee? Ja. Oké, clubgenoten, zijn we er klaar voor? Ja. 1, 2, 3, cheese. Mooi plaatje, dank jullie wel. Volgende week herenigen wij een gouden medaillewinnaresse met haar eerste team. Namelijk Joyce Sombroek. Zij won de gouden medaille met het Nederlands hockeyteam afgelopen zomer in Londen. Ik hoop dat u weer kijkt. Tot volgende week.